Ik denk dat alles bijna klaar is. We kunnen gaan starten in de Dedemans-rodeo van vanmiddag. En dan zijn ze weer. Oh ja, daar hebben we een actie van de nummer 30. Maar die miste net. Maar in ieder geval, die pakt hier de kop. Een vrouwelijke coureur, dat is nog niet opgevallen. Oh ja, hier een auto van de buitenkant, de water aan nummer 60. Maar het is Joyce Boots die de kop pakt. Een sessie van Stelling, het was me niet opgevallen dat ze ingeschreven was. Maar nu zie ik het ineens in mijn transponder verschijnen. Ze pakt die gelijke kop dan. Dus de nummer 13, het oude nummer van Stelling, hoe ken je het ook anders. Joyce Boots op een eerste plaats. Daarachter is de nummer 4, Peter Kop. En 21, Marco Jeniga op een derde plaats. Keurig sneller hier op top, Joyce Boots, Jonathan Kampers. Dit is rijden van beroep. En als je rijden bent, dan moet je natuurlijk ook wel goed kunnen rijden. En dat kan. Dat zien we hier gebeuren. En als ze durven tussen die grote auto's en die rodeo's in, dat mag duidelijk zijn. Ze lopen hier zo weg. Hey, daarachter valt een beetje stil op die gat vast. Die kon de tempo van Joyce niet bijhouden. Ze slaan hier een groot gat. En ze moeten concentreren op de achterlijn. En dan zie ik een auto daar al. Goudertje verder uit aan de bijkant. Ja, dat gaat helemaal goed. Dat gaat helemaal goed. Hem hier op kop keurig rijden. Hoi, ja, rook een auto ertussenin. En Joyce Boots komt in de rook. In de achterleggen en dan moeten ze erachteraan. Want ze moeten wel maken dat ze wegkomt natuurlijk, altijd straks te maken met auto's die vlak achteraan zitten, maar ze gaan er binnen door. Ja, het is best wel hard, want ze durft wel hoor. Ze durft wel als ze deur goed. Joyce Boots hier op kop, hier op met de Klaus Kerels achter de raam. Dat zie je, half even weetjes. Ja, je zal precies wel aankomen. De kop trekt er op haar af. De kop loopt er. Maar ze laat zich niet gek maken. Achter de rook komt die nummer 56. Moet ik even kijken wie erin zit. Er is in ieder geval een rondje achter. Rook van de wiel af. Loopt het bandje een beetje aan zo te zien. En hier Joyce Boots hier, over Tante Venus. Ja, ik snap er helemaal niks van.